Zo, nou, ik heb gevraagd aan de uitvoerders of ik binnen mocht filmen en het mocht. Dus hartstikke tof. Jeetje zeg. Oké, toilet hier. Hier hoefde ik nog niet uit te kijken voor asbest, zeg maar. Goh, ja, hier kan ik me herinneren dat we die jassen ophingen. Ja, allemaal kapstof en al. Jeetje. Ja. Grote zaal. Hier zo. Goh. Hadden we één keer in de maand het podium. En dan was er een schooluitvoering. Werd er toneelstukjes uitgevoerd. Hier zo. Tjonge. Wow. Ja. Hier zat een klas. Jeetje. Bijzonder dat ik hier een keer rondloop. Je moet een beetje uitkijken voor spijkers. Maar voor asbest nog niet. Dat is meer in het gymgebouw, dus daar mag ik niet. Dus pak eerst even de beneden. Verdieping, dit zal echt de laatste keer zijn dat ik hier ben. Hier ook een klas. Ik weet dat we hier... Ik heb hier godsdienstles gehad. En hier hadden we ook vaak handen naar buiten. Tjonge. Schilderijtjes nog op de muren. Ja. Dit was het podium kinderkunstkabinet staat er nou. Hier zat volgens mij één keer in de zoveel tijd had ik iets van corvée of zo samen met een klasgenootje uitgeloot. En dan hier zo. Volgens mij hier dan was er ruimte voor koffie en thee of zo. Of ik denk. Of dit was de ruimte, hier heb ik nog met meester Mulmeester gezeten. Die misschien de directeur wat meer zat. En die ruimte hiernaast. Maar dat kan je niet meer zo zien. Maatschappelijk werk. Ik denk dat hier dan. Hier kon je dan koffie pakken en noem het maar. Zo. Podium, god. Het kind ziet ook allemaal veel groter. Even kijken hoor. Dan ga ik zo. Toen ik hier op school zat, Jehan van Dalen, school, dan ging je zo naar de eerste klas, kan ik me herinneren. Als het wel goed zit. Wc's. Zou dat dan deze deur geweest zijn, denk ik. Kom je zo weer naar buiten. Nee, ik denk dat dit de eerste klas was die hier zo geweest zat. Ja, daar kan ik niet meer door naar binnen. Maar mijn tekeningen op de muur. Lijnschoon. Ja. Hier hingen je jassen op. Hier zo. Zo gingen we naar buiten naar het schoolplein. Tja, we hebben hier wel eens carnavalsviering hadden we dan bij Jaja van Dalen school. Daar hadden we weer allerlei soorten dingen dat je balletje kon gooien en ik was dan degene die dat moest regelen. Balletje op van die blikken, weet je wel. Je kent het wel. Het podium is natuurlijk ook groter geweest. En als je hieronder komt, goh. Zou dat dan zijn? Geen idee.
Oh. Zo. Geen idee, hier zit een meterkast en al, denk ik. Tja, gewoon extra ruimtes. Of dit was voordat je bijvoorbeeld het podium opkwam voor die maandviering, dat je je daar kon voorbereiden of zo. Dat, ik weet het allemaal niet zo, jongens. Dat vind ik niet zo leuk om te zien. Snap je misschien wel? Even kijken hoor. Oké, dus ik heb wel de begane grond zo'n beetje gehad. Dit zal echt de laatste keer zijn dat ik hier kijk. Zo kijk je naar boven. Yes. Oké. Dan ga ik de gang in hier zo. Dit is van de hoofdingang, hè. Dat je hier zo ook binnen kan. Dus twee, wat ik dan zeg, hoofdingang. Ik zeg het allemaal maar op mijn manier. Goh, de trap op. Goh, je kan jezelf zien dat die tegels genummerd zijn. Zie je dat? Bijzonder, zeg. Kersen eten. Ja. Ik weet nog dat we in de vijfde klas hadden we mevrouw Bruister, zeg maar. Een hele lieve juffrouw. Ze had wel eens wat parfum op. En daar waren we altijd zo van... Jeetje, het ruikt in dat parfum, zeg maar, heel overdreven. Roeland Saalman, die is ook, kan ik goed herinneren. Dat is mooi, zeg. Dat hij dat gemaakt heeft voor de school. Even kijken of ik uit kan zoomen. Ja. Kijk, tekening voor de school. Roeland Saalman, die zat wat klassen hoger en die deed ook het schoolkrantje. Dit heeft 23 mei 1985. Toen ben ik volgens mij net weggegaan. Toen was het net klaar voor mij. Ja, ik kon heel mooi tekenen. Bij mij in de klas zat Ramon van Dalen, zeg maar, die tekende. Dat dit steenwolrol is ofzo, wat ze aan het opruimen zijn. Dat mijn brand. Ja, tegenwoordig was het tot groep 8, hè. Bij ons was het 6 klassen en daar hield het op. Even denken hoor. Ja, er zijn hier 3 lokalen. Ook allemaal uit die, dat hoge zijn ze steenwolrol aan het opruimen.